Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij deze boodschappenshopvlog. Ik ben Marilisa en ik ga jullie meenemen wat ik deze week allemaal ga eten en ga koken voor ons gezin. Het is vandaag zondag en ik ben bij de Albert Heijn geweest en straks komt de crisp nog. Dus dan hebben we alles als goed is weer in huis. Het was wel heel veel. We zijn vorige week op vakantie geweest, dus een heleboel producten heb ik weg moeten geven, weg moeten gooien. Waren niet meer goed. En ik had van tevoren een beetje weinig gekocht, omdat ik dacht, we gaan op vakantie. Het moet allemaal niet weg. Dus ik was erg geschrokken van hoeveel boodschappen, of in ieder geval hoeveel geld het heeft gekost. Bij de Albert Heijn was het 100,48 euro en bij de crisp ook zoiets rond de 100 euro. Nou komt dat pas vanavond, dus dat laat ik dan zien. Ik heb wel voor 8 dagen, dus vanaf vandaag zondag tot volgende week zondag. Dus dat is heel goed van mij natuurlijk. We kunnen voorlopig even vooruit. Zoals alles zet ik onder in de beschrijving neer wat we per dag gaan eten. En wil ik jullie vragen dat jullie een duimpje omhoog te geven. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met alles wat ik van de Albert Heijn heb gekocht. Ik vind echt dat mijn aardappel best vol staat. Ondanks dat het eigenlijk een soort van datgene wat je niet bij de crisp kan kopen hal is. We eten een keertje chop choy. Dat is met kroephoek, Chinese wokgroenten, oestersaus, witte rijst en pultjes. Sommige van deze dingen hebben ze natuurlijk wel bij de Albert Heijn, maar, of bij de crisp. Maar net als witte rijst, oestersaus. Dit zijn allemaal iets goedkoper als bij de crisp zelf. Aardappelkroketjes hebben we hier zo. Want we eten een keer, grote hamlappen met persiebonen en aardappelkroketjes, zoiets. In ieder geval met vlees wat ik nog in de vriezer heb en groente wat van de crisp komt. We eten een keertje broodje hamburger. Dus hamburgers heb ik nog liggen, broodjes ook nog. Cheddar kaas daarvoor alleen. Morgen, dan hebben we altijd een hele drukke dag op maandag. Dan hebben we om 7:30 moet Brooke op één locatie zijn om, voor de keyboardles. En om 6:30 moet lopen dan al bij de voetbal zijn. En we zijn vaak pas tegen de avond terug. Dus, en Brooke heeft ook nog logopedie om 5:30. Dus dan zijn we pas om 5:15, 6:30 thuis. En we moeten dan eigenlijk binnen 30 minuten eten. Dus ik ga straks de prei kerrysoep maken. En er stond bij dat je er eventueel Hollandse granaatjes bij kan doen. En dan doe ik er nog stokbrood bij met ham en kaas. Stokbrood komt vanavond van de crisp mee, net als de ham en kaas. En die doe ik dan zomaar door de helft snijden. En dan beleggen met ham en kaas. En dan even in de rooster in de oven. En dat, ja, dat is echt favoriet voor die kinderen. De prei kerrysoep waarschijnlijk niet, maar hè, pick your battles. Vanavond eten we dan broodje shawarma. Dus ik heb shawarma. Vanavond eten we dan shawarma. Dus ik heb shawarma vlees. Pita broodjes. Ijsbergsla, komkommer. Knoflooksaus hebben we nog. We zijn vanavond maar met 2 volwassenen en 1 kind. En ik eet waarschijnlijk alleen maar shawarma met wat ijsbergsla. Dus dat moet meer dan voldoende zijn. Ik heb crackers. Ik heb dus ijsbergsla, komkommers. Ik heb roomboter voor op ons brood. En voor het brood te bakken. Want ik ben nu helemaal into het brood bakken. Ik heb gember voor bij de chop choy die ik zou gaan maken. En de gember thee. Tegenwoordig drink ik heel veel gember thee. Super lekker. Niet zo heel veel, maar ja, een beetje. Crystal Clear. Ik heb dit keer geen Cola Light Zero Caffeine. Want ik voel me toch beter als ik gewoon wat minder van dat soort spul drink. Dus eigenlijk vooral Crystal Clear. Rijstewafels heb ik gehaald. Sandwich spread. Want de vorige was per ongeluk in de voorraadkast terechtgekomen nadat die geopend was. In plaats van in de koelkast. En na een week vakantie was het natuurlijk super stinky. Dus even nieuwe. Die kinderen vinden tumtummetjes heel lekker. Dus ik heb wat tumtummetjes gemaakt als een klein zoet dingetje. Ik ben ook tegenwoordig helemaal fan van chai lattes. Dus ik ga die proberen zelf te maken. Kijk. Die staan hier nog op mijn doekje. Nieuw. Deze heb ik ook gekocht, kan ik het even proberen. Deze schijnt heel lekker te zijn, maar deze was juju koper, dus dat gaan we proberen. Je hebt ongeveer 6 zakjes nodig voor chai tea, zeg maar een derde daarvan, dat je gaat gebruiken. Zeg maar 2 per kopje dan. Dus hier kan ik even mee vooruit. En dat doe ik dan iedere keer met havermelk bestellen. Nu ga ik ze dus gewoon thuis proberen te maken. Dus ik heb deze. Snackworteltjes. Ik kwam al pas thuis achter dat het inderdaad vandaag in 9 november zit. En dat er dus een kortingsding op zit. Beetje jammer. Want daar heb ik er van de rest van de week niet zo heel veel aan. Dus we eten vandaag en morgen veel worteltjes denk ik. Omdat het morgen ook nog wel gaat. Ik heb ook deze
set gehaald. Dus was 3 voor 5 euro. Dus ik heb kleine paprikaatjes, tomaatjes en van die snoeptomaatjes. Ik geloof dat ik bij de crisp ook paprika mix had. Dus dat is dan lekker met hummus. Hier had ik een persoonlijke kortingsding voor. Dus ik heb gewoon heel wat gehaald. Want we zijn toch een beetje met hashtag healthy lifestyle bezig. Zeker nu de vakantie weer voorbij is. Dus deze zijn best wel goed. Dus dacht ik sla gewoon wat in. Ik heb de Milky Way Protein Soft Caramel Puddings. En de chocolade puddings. De strawberry en de blueberry kwark. Deze was dus niet de goede, blijkbaar. Want deze heeft maar 10. 6. 12. Deze heeft maar 12 proteïne in totaal. En deze heeft er dan 20. Dan hebben we een beetje afwisseling. En dan hebben we chocolade, raspberry en blueberry proteïnedrank. Ik probeer wel een beetje van de chocolade af te blijven. Als die kinderen ervan wat willen. Ik weet, Logan vindt deze super lekker. Dan probeer ik dat aan hun te geven. En voor hun is het ook wel goed om af en toe een beetje extra proteïne te krijgen. Ze zijn toch in de groei, spiertjes en zo. Dus voorlopig heb ik daar denk ik wel even genoeg van. Of het moet ineens heel hard gaan. Alle schoolkoeken waren op. Dus ik heb, ook daar had ik een persoonlijke bonus iets van. Dus ik heb mini stars in witte chocolade. En mini stars in melkchocolade. En ik heb dan fruitbiscuits. En wat overzuikjes voor in hun schooltrommeltjes. En dat was het in ieder geval voor bij de Albert Heijn. Zoals ik net al even tussendoor meldde, ben ik nu echt weer back onto the fitness train. Het moet ook echt wel weer. Want ja, we zijn natuurlijk op vakantie geweest. En dan, ja. Het is niet zozeer dat ik me helemaal los heb laten gaan. Maar we hebben het eigenlijk wel eens netjes gedaan. Op een groot ontbijt bij het hotel. En dan een fruitsalade op het strand. En dan s'avonds een hoofdmaaltijd. Dat was het een beetje. Maar desalniettemin was er best wel wat gewicht bijgekomen. Ik geloof een kilo of zo. En het hele doel was natuurlijk dit jaar om veel minder te wegen. En mezelf weer helemaal gezond en fit te maken. En dat ik minder last heb daarvan. Want ik krijg echt wel een beetje last van mijn knieën, van mijn rug, van mijn hoofd. Maagzuur wil je allemaal niet. Is ook allemaal niet nodig. Ik voel me er ook echt veel te jong voor om zo ongezond te zijn. Dus daar gaan we weer echt weer flink mee aan de slag. Ik ben al een paar dagen bezig en ik voel me alweer wel beter. Dus ja, ik heb nog een lange weg te gaan. Let's be real. Dus er komen ook weer eetdagboekjes en what I eat in a day. En wat ik doe met sporten en zo. Ik heb ook fit prep meals besteld. Dat komt dan in de volgende video. Laat ik dat wel even zien. Wat ik daarvan precies heb en hoe ik dat doe. Maar dat is meer voor de lunches. En als ik iets ga eten s'avonds of ik eten ga klaarmaken. Waarvan ik niet per se gelukkig word. En wat heel veel calorieën bevat. Zoals de friet met snacks op zaterdag. Of het broodje hamburger die de kinderen lekker vinden. Dan zou ik ervoor kunnen kiezen om zo'n maaltijd eventjes op te warmen voor mezelf. Dus ja, ik heb een plan, ik heb een doel. Gaan we gewoon doen. Als er crisp binnen is, zal ik het ook aan jullie laten zien. En ook gelijk hoeveel het precies was. Ondertussen is de crisp ook binnen en dat was zoveel. Het valt eigenlijk dan weer tegen als je ziet wat je daarvoor hebt. We gaan het allemaal aan jullie laten zien. Ik heb het nu niet natuurlijk neergelegd voor avondeten enzovoort. Maar zoals ik net al zei, dat staat dus onderin. En dan gaan we gewoon beginnen. We hebben rucola sla en gewone sla om een beetje af te wisselen. Ook voor gewoon een beetje vulling. Dit is natuurlijk vrij weinig calorieën. Dus het vult gewoon lekker. En we eten ook een keertje wokgerecht. Dus ik heb van Oosterse roerbak mix weer twee keer. Deze net echt wat anders dan van de Albert Heijn. Ergens eten we een stukje aardappels erbij. Dus die heb ik gehaald. We hebben hier mandarijnen en peren en kiwis en banaan en blauwe bessen. Dus we hebben genoeg fruit. Dat mag ook wel, want dit is allemaal natuurlijk hartstikke... Ik zal even heel dichtbij laten zien. Dit is natuurlijk... Joh, dit is gewoon... Ik kan allemaal echt weg. En ik heb nog wel appels in de koelkast liggen. Die zijn nog wel goed. We hebben hummus voor beide worteltjes en de paprikaatjes en de komkommer. We hebben een heel blok kaas voor op de boterhammetjes. We hebben ook... De ham. De ham en de kaas gaan natuurlijk ook op de stokbroden. Ik heb boterhamworst, salami en twee kipfilets. Again voor snacks of op de rijstwaas of de crackers. Maar lekker. We hebben spergiebonen een hele zak. En we hebben worteltjes. Want we eten een keer bij het avondeten ook wortels. Dus daar had ik van de wortels van vanochtend. Zou eigenlijk alleen maar snacks zijn. Zolang die nog meegaan. Ik heb twee dozijn eieren. Ook een hele goede... bron van eiwitten en vet.
En vind ik ook ontzettend veel als je hier twee eitjes op zo'n Luc-rekkertje eet. Dan zit je eigenlijk vol. We hebben nog meer cherrytomaatjes en mini-paprika's. Ik heb een bakje met kwark, als ik wat kwark wil eten. We hebben een heel groot stuk rostbief. Ik geloof dat we dat pas zondag gaan eten, dus ik zal hem even invriezen. Maar die kan je dan zomaar in plakjes. Dit doe ik dan even om en om braden uit de oven. En dan in plakjes snijden. En dan heb ik een heel erg lekker eiwitrijk vleesstukje. En ik heb 4 stokbroden uit de vriezer. Deze ga ik dus morgen door de helft snijden en leggen met de kaas en de ham. En dan even grillen uit de oven met de soep. En dat was alles van bij de crisp. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doeg!